Dit project is eigenlijk vooral een haalbaarheidsstudie. Er zijn dus eigenlijk vooral lettertjes. Het gaat om bio-energieregio's. Dat heeft men bijvoorbeeld in Duitsland, waar ze proberen van restafval warmte te maken, elektriciteit en dat soort dingen. Jeroen Gilabel van BBL Vlaanderen. Jullie zijn dat eigenlijk aan het proberen hier ook eens te implementeren in Vlaanderen. Of tenminste te kijken of dat al eens een mogelijkheid zou zijn. Ja, dat klopt. Ja, we zijn gaan kijken in Duitsland hoe men het daar doet. En daar zien we dan eigenlijk dat het concept is om op basis van energieteelten en mest een dorp met een beperkte grootte eigenlijk te bevoorraden van zowel elektriciteit als warmte. Op basis van vergisting van die biomassa om op die manier gas te maken. We zien dan eigenlijk dat in Vlaanderen die context zich niet echt aandient. We zitten met een heel verstedelijkte, versnipperde regio. Wel ongelooflijk veel mest natuurlijk. Schandalig veel mest. Absoluut. Maar dat is dan weer, daar zijn dan een aantal zowel technisch-juridische problemen mee om die zomaar te gaan aanwenden in Vlaanderen in deze context. Als ook meer maatschappelijke problemen op vlak van duurzaamheid van de intensieve landbouw op zich. Dus daarom dat wij eigenlijk eerder kijken, maar het is natuurlijk een haalbare studie, dus we sluiten zeker geen, of we bekijken verschillende scenario's. En dan zou het wel eens een interessant alternatief kunnen zijn om op basis van groente, fruit en tuinafval een concept te bedenken, omdat we daar ook heel veel afval van hebben. En dat is dan eigenlijk biomassa afval. In vergelijking met energieteelten kunnen we dus eigenlijk wel zeggen van ja, met die energieteelten of die teelten kunnen we misschien betere dingen doen dan in de eerste plaats energie maken. Dus terwijl bioafval meer geschikt zou zijn om energie mee te... Om het concreet te maken, dus GFT-afval, ook maaisel en zo, zou kunnen omgezet worden in warmte en energie. Hoe zie je die warmte tot bij de mensen komen? Want dan heb je bijna een heel grote centrale verwarming nodig. Wel ja, dus het is de bedoeling eigenlijk om, dat is belangrijk ook in ons project om te onderstrepen, het is de bedoeling om lokale initiatieven, dus meer kleinschalige initiatieven, op poten te zetten. Omdat inderdaad, je kan een grote centrale, biomassacentrale gaan uitwerken of realiseren. Maar dan kan je misschien wel energetisch en economisch het meest interessante verhaal brengen, maar dat is naar duurzaamheid nog altijd niet de beste oplossing. Dus wij geloven in meer participatieve lokale concepten, waarbij we bijvoorbeeld dus op basis van het GFT-afval van een bepaalde regio bijvoorbeeld een publiek gebouw als een zwembad, een bibliotheek of iets dergelijks zou kunnen voorzien van energie en op die manier eigenlijk dus lokaal duurzame energie creëert met een maatschappelijke meerwaarde eigenlijk. Oké, en dat allemaal dankzij GFT. Dat is de bio-energieregio dan in Vlaanderen, in het klein. Het zou kunnen. Ik wens er jullie alle succes mee. Dank u wel.